Jan Zoutman, vanmiddag voetbal je tegen ASC, maar eerst even een ander memorabel moment. Je hebt deze week bijgetekend voor 2 seizoenen. Wat zijn jouw motieven om bij te tekenen? Dat zijn er een aantal. Ik denk dat voor een trainer belangrijk is dat je onder goede omstandigheden kan werken. En dat gaat dan over accommodatie en staf en ook spelersmateriaal. Nou, dat is bij IJsselmeer van ons uitstekend verzorgd. En bovendien is het gevoel met de mensen in de clubleiding is ook gewoon heel erg positief. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste redenen om de samenwerking te continueren. Vanmiddag de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen ASC. ASC waar we de vorige keer moeizaam van wonnen. Een fysieke ploeg denk ik vanmiddag. Hoe wapen je daar tegen? Ja, dan moet je proberen om de bal het werk te laten doen en uit de duels te blijven. Ik vond dat we in de uitwedstrijd erg slap speelden de eerste helft, waardoor je de tegenstander in de wedstrijd helpt. Maar vorig seizoen thuis hebben we laten zien hoe je dat wel moet doen. Toen was de wedstrijd al heel gauw beslist. Nou, we zullen maar zeggen dat dat 2 uitersten waren. En wij zullen moeten proberen om dezelfde positieve agressie als vorige week te hebben. En dat gekoppeld aan een stukje bewegelijkheid en balvastheid. En dan op die manier proberen de tegenstander onder druk te zetten en tot kansen en doelpunten te komen. Vorige week sprak je tevredenheid uit over de opstelling. Je kiest deze week dezelfde 11 mannen. Goede opstelling dus. Nou ja, goed, ik vind als jij als speler goed presteert, dan maak je de kans groter dat je de week daarna weer speelt. En ik was vorige week eigenlijk over het hele elftal tevreden. Het kan natuurlijk altijd zijn dat er 1 of 2 wijzigingen doorgevoerd moeten worden. Of dat het tactische keuzes zijn, maar daar zag ik deze wedstrijd geen reden toe. Dus we gaan met dezelfde 11 beginnen. En dezelfde opstelling? En dezelfde opstelling, ja. Want we hebben deze lijn eigenlijk vanaf Rijnsburgse Boys uit ingezet. Dat gaan we in ieder geval voor de winterstop niet meer veranderen. En we weten ook, het is een spelwijze met risico. ARC heeft best wat snelheid voorin. Maar de andere jongens zullen bij balverlies gewoon heel veel druk moeten zetten. Zodat de verdedigers niet te vaak in de problemen komen. En dan is het ook een spelwijze die heel aanvallend is en heel veel op kan leveren. En dat hebben we vorige week gezien. Hebben we daar de beloning van gekregen. En we hopen dat vandaag uiteraard door te zetten. Jan, dankjewel en veel succes vanmiddag. Dankjewel. Dames en heren, graag uw aandacht voor de volgende. Afgelopen zaterdag tegen SPZB speelde Fernand Katipaan dan zijn 100ste duel in de hoofdmacht van IJsselmeervogels. En dat is werkelijk een prestatie van formaat. Fernand Katipaan maakte zijn debuut op 23 augustus van het jaar 2008 in het Dristrikse bekerduel tegen Voorland. IJsselmeervogels won deze wedstrijd eenvoudig met 7-0, mede door de doelpunten van onze jubilaris. Direct vanaf het begin van de komst naar IJsselmeervogels was Fernand Katipaan een vaste waarde. In zijn eerste seizoen kwam Ferdinand dan ook tot maar liefst 34 wedstrijden. Een seizoen dat werd afgesloten met de afdelingstitel. Ook de jaargang daarop viel de linkerflankspeler met zijn neus in de prijzen. Naast de afdelings- en zaterdagtitel werd het prachtige seizoen bekroond met de landstitel. Ook het derde seizoen van de reeds 31-jarige Ferdinand werd afgesloten met de algehele landstitel. In 100 wedstrijden wist Ferdinand 17 keer te scoren, haalde dus 3 afdelingskampioenschappen, 2 zaterdagkampioenschappen, 2 keer ook het landskampioenschap en hij won 1 keer de Supercup. Dames en heren, graag uw applaus voor Ferdinand Katipaan. Thank you.
Yeah.
heeft dus met geel. Goedemiddag allemaal op de persconferentie na de wedstrijd IJsselmeervoorts AEC. Een wedstrijd die een eindstand kende van 2-1 en een ruststand van 0-1. We vragen beide trainers nu een analyse te geven van de wedstrijd. Te beginnen met de trainer van de gasten, Edwin Vurens. We wisten natuurlijk gezien de positie waar we staan dat het een hele moeilijke middag zou worden. En dan kom je eigenlijk uit het niets op 1-0. Dan heeft IJsselmeervoorts eigenlijk wat kansjes gehad, waaronder de strafschop. Dan moet ik zeggen dat het bij deze keeper die wij hebben staan een strafschop meer geen doelpunt is als wel. Dus wat dat er gaat, brengt dat wel vertrouwen. Maar na de rode kaart was het heel moeilijk om dat in stand te houden. We hebben alles gedaan om toch te proberen vooruit te voetballen. De eerste helft hadden we zelfs nog een tweede goal kunnen maken. Dat zou natuurlijk niet, gezien het spelbeeld, niet al te terecht zijn geweest. Maar goed, als je de kans krijgt, dan moet je hem er ook in kunnen schieten. Gert Labots de tweede helft met een kopbal. Ja, dat zijn toch ballen die niet veel ploegen hier zullen krijgen, zulke soort kansen. Ja, en als je die dan niet maakt, dan loop je het einde van de rit averij op. En dat is gebleken. Dankjewel. Het woord nu aan Jan Zoutman. Ja, dankjewel. Nou, ik moet mijn ploeg een groot compliment maken. Want ik denk dat het een middag was waarin eigenlijk alles wat tegen kon zitten ook tegen zat. En daar bedoel ik mee dat we, vond ik qua voetbal, een prima niveau haalden. De eerste 20 minuten waren uitstekend. We krijgen een aantal hele grote kansen. Je mist onder andere een strafschop. En de eerste de beste bal op doel, die vliegt in de kruising. Ja goed, dat is ook voetbal. Het is nou helemaal geen jurysport. Je zal wel die bal er op een gegeven moment in moeten schieten. En ook na die 0-1 hebben we nog een aantal kansen en kansjes gehad. Ik vond wel dat er een fase was van een minuutje of 10 waarin het onrustig werd. Waarin AFC inderdaad ook het spelervattingen nog twee keer dreigend werd. En eigenlijk een aantal hele moeilijke oplossingen zochten. Maar goed, laatste gedeelte voor rust gingen we weer gedoseerder spelen en kwamen er weer een aantal kansen. Nou, in de rust hebben we tegen elkaar gezegd van jongens, dit kan gewoon niet uitblijven. Hier, als we zo doorgaan, dan gaan er nog meer kansen komen en doelpunten vallen. Nou goed, de tweede helft bleek dat ook wel. Hoewel het wel lang duurde voordat uiteindelijk de 1-1 op het bord stond. En daar hadden we dan een tweede strafschop voor nodig. Ja, en in de fase daarna was het puur een richtingsverkeer. Ik heb een heel aanvallend IJsselmeervoorts gezien. En AFC kon op een gegeven moment niet meer dan tegenhouden. En dat hebben ze inderdaad, zoals Edwin zegt, met alle middelen gedaan. En uiteindelijk, een van de vele kansen wordt dan toch door Anad van Toor binnengekopt uit een spelervatting van Ferdinand Katipana. Het was dik en dik verdiend. Ik denk op een normale zaterdag maken we hier 5-6 goals uit zoveel kansen. Nou, vandaag ging dat stroef. Maar nogmaals, ik moet de ploeg wel een compliment maken dat we in ieder geval de tweede helft gewoon bleven voetballen. Voor elke bal bleven knokken. Met heel veel overtuiging toch de winnende treffer hebben gezocht. En op het moment dat je zoveel pech hebt in een wedstrijd en je wint hem dan toch nog. Ja, dan is dat wel een compliment waard. Dus ik ben daar uiteraard zeer content mee, zo net voor de winterstop. De eerstvolgende wedstrijd, of competitiewedstrijd van IJsselmeervoorts is op 21 januari tegen Montfort hier thuis. Maar daarvoor hebben we op 7 januari een oefenwedstrijd tegen Feyenoord. Dat is de Thomas van de Groep Memorial. En daar wou ik u toch al even opmerkzaam op maken. Beide trainers bedankt nogmaals. En dit is het einde van de persconferentie. Wel thuis. Okay.